Ik heb een leuk pakketje binnengekregen. Die ga ik openmaken. Goedemorgen, het is woensdag en ik ben het zo geschrokken. Ik word dus wakker en ik kijk op mijn wekker en ik denk opeens, het is 11:45. Ik denk, dat kan echt niet, want dan kan Sarah never nooit meer slapen en dan lig ik wel heel lang in mijn bed. Dus ik schiet overeind en ik kijk nog eens goed. Maar ik heb zo'n losse wekker op mijn nachtkastje staan. Staat erop. Voor 23:45. Dus die wekker is op de een of andere manier gisteren blijven hangen. En daar is het dus 11:45. 's avonds op. En toen keek ik op mijn telefoon. En toen was het 19:30. Dus gewoon vroeg. Want we zijn echt al weken eigenlijk rond 9:00 pas uit bed. Dus super vroeg. Maar ja, ik had echt zoiets, hè? Oh, dat is niet een fijne manier om wakker te worden. Maar goed, ik vind het nog wel heel lekker warm. Dus ik ben nog heel even blijven liggen. Maar ik ga er nu wel echt uit. Sarah is nu net naar beneden gelopen. En dan gaan we er van maken. Het wordt lekker weer vandaag, dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik heb een leuk pakketje binnengekregen. Die ga ik openmaken. En ik weet wat dit verder is. Ik heb er wel hele leuke dingen bij. Dit is een briefje, dat ga ik allemaal uitleggen. Dit is een heel leuk proefpakketje van Oriflame. Van de Novage, ik denk Novage, maar misschien is het Novage lijn. En deze lijn heeft een stamboomextract, waarvoor alleen Oriflame patent heeft. En dit geeft je huid een 11 keer meer stralende effect. En dat is klinisch bewezen en het is dierproefvrij, dus dat is heel leuk. En ik heb dus allemaal monstertjes gekregen. Dat is voor 7 dagen en van elke crème zitten er dan meerdere in voor elke dag. Kijk, dat gaat dus zo. En deze, dit is weer de Perfecting Day Moisturizer. Even kijken, er zit, ik had zo'n briefje erbij. Een cleaning gel, een ooggel, een serum, een dagcreme en een nachtcreme. En zo heb je al die monstertjes. Dit kan ik dus dan uit gaan testen. Oké, ik ben gedoucht, aangekleed. En ik ga beginnen met de crèmetjes uittesten. Dit is het serum. Deze kan je het beste voor de dag- en de nachtcrème aanbrengen. Dat zorgt ervoor dat de dag- en nachtcrème beter opgenomen worden. En die ga ik dus nu op mijn gezicht. Oh, wat een mooie crème. Ja, ik weet niet of je dat op camera ziet, maar hij heeft heel erg een paramoorglans. Even delen. Dus dat is echt heel mooi om te zien. Even kijken. Dan doe ik de helft van de verpakking, want dan heb ik de andere helft van het serum voor vanavond. En dan gaat sowieso natuurlijk een dagcreme zo overheen. Mij kom ik zo heel mooi uit. Even goed inbrengen. Voelt wel heel lekker. Hij smeert echt super fijn, moet ik zeggen. Ik vind niet altijd dat alle crèmetjes even fijn smeren. Of dat ze heel korrelig worden. Of ja, dat ze gewoon niet lekker uitsmeren. Allemaal dat soort dingetjes. En deze doet dat dus wel. Ik neem ook altijd mijn hals goed mee. Zo. En dan nu de dagcreme, dat is ook deze, de
dagcreme. En het is wel makkelijk. Het is natuurlijk een van die mapjes. Dus je kan elke dag gewoon een mapje pakken. Dus dat is voor mij wel heel fijn. Ik heb altijd alleen ruzie met dit soort dingen open krijgen. Oh, nou, deze gaat nog wel. Dus dat is ook wel een voordeel. Ik krijg monstertjes en zo nooit open. De dagcreme heeft ook wel een heel mooi... Ja, ik denk niet dat je het ziet. Maar er zit een heel mooi paramour effectje in de crème. Het voelt wel heel lekker, moet ik zeggen, al gelijk. Heel voedend. Dus deze ga ik even goed over mijn gezicht smeren. En dan, ik laat altijd crèmes wel even intrekken voordat ik make-up opdoe. Zeker als ik ze wat dikker smeer. En met, ja, toch wel wat warmere weer nu. Wil mijn huid vrij droog worden, smeer ik graag heel dik. Ik doe ook altijd goed onder mijn wenkbrauwen, want daar wordt mijn huid echt... Heel droog altijd en dat kan echt gaan schilferen. Dus ik ga hem lekker inafveren. En dan laat ik vanavond de rest zien. Hoop dat ik het niet vergeet. Daar ben ik ook nog wel ster in. Maar dat is natuurlijk voor mijn avondroutine. Hij trekt wel lekker in. Hij is echt wel heel fijn om te smeren. Dus echt wel een aanrader. Ik heb me ondertussen opgemaakt en mijn huid voelt zo lekker zacht. En ik ben even een cadeautasje aan het maken. Nikki is vandaag jarig en die mag natuurlijk ook de verjaardag niet vieren. Ze hebben een cadeautje erin, ze heeft een mooie tekening, we doen er een kaart in. En ja, dan gaan we er toch even verrassen. En dat mag, want je mag met 3 mensen op visite en Sarah en ik gaan samen. Dus dan is dat toch even leuk. Dus... Maar ik weet van wie blauwe dag is, hè? Oh, wat goed. Zullen we het vertellen? Dus nou, we toch even een leuk kaartje. En fake. Ja. En dan gaan we zo de auto in en dat naar Nikki brengen. Ik ben gezellig bij Saraya. En Nikki heeft net een cadeautje gehad. Vond ze helemaal leuk. Saraya wil niet in beeld, want die heeft geen make-up op. Maar Nikki was helemaal happy. Dus dat is ja, echt heel leuk om te zien. Helemaal blij. Sarah is lekker met een vriendinnetje voor aan het fietsen. Dus, en het is zo lekker buiten, maar ik vind mijn outfit in deze hitte echt warm. Dus we branden echt weg in die zon. Ik heb een zwarte broek aan, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Maar toen ik de deur uitging, was ik daar nog wel blij om. Ik ben weer thuis, ik heb de boodschappen uitgepakt en ik ga nu lekker bami maken. En weer bami met nasi kruiden. Want de bami kruiden liggen ook alweer weken niet in de winkel, gewoon niet. Nou had ik het vorige keer een keer uitgetest en het was wel lekker, dus het is prima verder. Het smaakt iets anders, maar het is goed te doen. Dus ik heb er wel trek in. Oh, en weer lekker gericht. Denise is net nog gezellig even langs geweest, dus het is ondertussen al wel wat later. Ik heb wel een vlog, die staat al te renderen daar. En ik ga even mijn tv-kast een stukje uitzoeken. Want ik heb natuurlijk gezegd dat ik mijn huis gewoon helemaal opgeruimd en uitgezocht heb. Dus, en ik heb dus gezegd dat ik gewoon mijn huis leeg ga verkopen. Dan ga ik hem natuurlijk niet helemaal leeg verkopen. Maar ik ga eigenlijk wel alle zooi die ik niet kan gebruiken verkopen. Hier staat helemaal niks aan de zijkant. Daar heb ik dvd's en zo staan, maar die... Wil ik niet weg. Hier staan wel allemaal cd's en zo. Even kijken of daar wat tussen zit. Het is niet dat ik nou echt heel veel cd's luister. Maar dit zijn er ook maar heel weinig. Nou, er zit ook niet echt iets tussen. Wat nog de moeite is om weg te doen. En heel veel mijn oude originele kindercd'tjes. Dus, of waar ik vroeger echt fan van was. Dus dan ga ik nu een grote kast opruimen. Dit is nog aangevuld. Ik denk dat ik even een printer aanvullen. Even kijken wat ik er allemaal uit kan halen en op kan ruimen. En wat er allemaal in ligt. Nou heb ik het niet super lang geleden ook al gedaan. Dus heel veel zal er niet liggen. Maar als je het nadoet, weet je het vast zeker. De hele kast uitgezocht, maar... Lekker scherp ook weer, zie ik. Toch een stapeltje, dat gaat
weg. Dat ga ik wel morgen doen. Dat gaat, ja, is gewoon nu te laat voor. Maar dat ligt dan in ieder geval klaar. En ondertussen heb ik weer honger. As usual. Dus ik ga even wat eten maken. En ik moet iets uit de vriezer. Want die wil ik echt, echt, echt ontdooien. En als ik dat niet ga doen, dan komt dat er weer niet van. Dus ja, ik ga even kijken. Ik heb lekker aardappelmix gemaakt. Allemaal restjes bij elkaar. En alle zakken leeg. En heel erg lekker. Oké, tijd om naar bed te gaan. En ik ga gelijk even de rest van het Oriflame pakket laten zien. Mijn haar goed naar achteren. Want ik heb er echt een hekel aan als mijn haar in de weg zit. Als ik mijn gezicht schoonmaak. Ik heb mijn ogen dus al gereinigd. Dus ik ga nu beginnen met het reinigen van mijn huid. Ik ga hem eerst vochtig maken. Maar wat ik wel altijd eerst doe, is als ik een monstertje heb, die eerst openen. Want met natte handen krijg ik die dingen gewoon onmogelijk open. Dus daar gebruik ik lauwwarm water voor. Even de kraan warm laten worden. En dan ga ik de cleansing gel even over mijn gezicht aanbrengen. En daarna weer schoon afspoelen. Kijken. Dit is wel goed. Dus gebruik lauwwarm water omdat de poriën dan altijd wel beter open gaan staan. Zo. Is die gelijk goed op temperatuur voor zo. Je hebt ook bij Oriflame borstels waar je het mee aan kan brengen, maar die heb ik hier niet. Dus ik doe het nu gewoon met mijn handen. Op de Oriflame avond is wel met een borstel gedaan. Ik moet zeggen dat dat wel echt heel lekker is. Echt een aanrader. Maar goed, ik heb die dus niet. Dus ik kan het niet laten zien. Ik pak ook altijd mijn wenkbrauwen goed mee. Want die worden vaak vergeten. En daar blijft natuurlijk ook gewoon veel vuil in zitten. Dus, en ik vergeet ook nooit mijn hals mee. Want ja, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje dezelfde huid als dat je op je gezicht hebt. Zo, deze ga ik even afspoelen. En daarna, mijn ogen doe ik trouwens expres niet. Even met een zachte handdoek weer droog teppen. Ik vind het trouwens wel fijn, deze gaat niet heel erg schuimen. En ik hou ook niet van heel erg schuimende reiniging. Ik vind dat op de een of andere manier altijd heel vervelend. Maar goed, even spoelen. Daarna stap 2. Dan gaan we de ogen doen. Dus daar heb ik ook weer een monstertje voor. Dat is deze. En die ga ik dus voorzichtig op de huid rondom de ogen. Alles valt hier beneden om. Dat zien jullie niet. Maar maakt het niet heel makkelijk. Dus ik ga een heel klein beetje rondom de huid van de ogen deppen. Dat kunnen jullie van mij altijd wel gebruiken. Want mijn huid droogt daar altijd wel heel snel. Ik moet zeggen dat ik het hele, hele fijne producten vind. Om, ja, zijn makkelijk smeerbaar. Nemen goed op. Voelen heel zacht aan op de huid. Dus dat vind ik zelf altijd wel erg prettig. Ik probeer ook altijd dit stuk goed mee te nemen. Eigenlijk alle stukken waar je ook lijntjes kan zien, die probeer ik altijd wel goed te pakken. En goed te hydrateren. Dan weer tijd voor het serum. Dat heb ik vanochtend natuurlijk ook laten zien. Deze zorgt voor een betere opname van de dag- of nachtcreme. Dus die kan voor beide opgenomen worden. Nou heb ik mijn huid vanochtend echt mega goed gevoed. Dus ik merk dat mijn huid daardoor nu wat minder nodig heeft dan anders. Ik blijf hem heel mooi vinden. Ja, volgens mij vertaalt het niet op beeld, anders heb ik het al laten zien. Maar hij is natuurlijk heel erg mooi. Paarlmoerachtig, dat vond ik vanochtend ook. Ik ga deze even goed inmasseren verder. Zo, deze heb ik ingemasseerd tot hij helemaal is opgenomen. Dat is de bedoeling. En dan hebben we nu nog de nachtcreme. Die ga ik ook aanbrengen. En eigenlijk op dezelfde manier gewoon als het serum.
En dan kan hij zijn werk gaan doen vannacht. Oh, deze is wat dikker. Ik denk dat je dat ook ziet. Dat is wel lekker, want dan is die vaak extra voedend. Deze ook even goed verdelen. Oh, ik smeet heel mijn hand onder, maar goed. Er zijn ergere dingen in het leven. Zo, en ook deze ga ik even gewoon goed inmasseren tot hij helemaal is opgenomen. Helemaal top. Hij is helemaal fijn ingetrokken. Hij trekt snel in, moet ik zeggen. En dat, daar hou ik heel erg van. Nou heb ik ook iets heel leuks. Ik mag een pakket gaan verloten. Hetzelfde pakket als wat ik vandaag heb laten zien. Het zijn 4 pakketjes. Dus 4 keer alle monsters. Maar dan moet ik zeggen, ik gebruik nooit een monstertje in 1 keer helemaal. Ik vind altijd dat er bij alle monstertjes net te veel product in zit. Dus je kan daar zeker een week, misschien 8-9 dagen zelfs mee doen. Ligt eraan hoeveel je nodig hebt. Wil je kans maken op dit leuke pakket? Dan moet je een aantal dingen doen. Sowieso abonneer je even openbaar op mijn kanaal. Openbaar is belangrijk, anders kan ik niet zien dat je geabonneerd bent. Daarbij is het handig om naar mijn Facebookpagina te gaan, Mama op Hakken. Volg deze pagina. Daar staat ook het kanaal, of nee, sorry, de groep van de Oriflame producten bij. Die kan je ook volgen. Deel daarbij deze vlog even openbaar op je eigen pagina. En dan doe je mee met de actie. Je kan natuurlijk altijd mensen ook nog taggen. En dan ga ik over een week iemand loten van degene die aan deze eisen voldaan heeft. En dan mag ik dit leuke pakket namens Julie van Oriflame weg gaan geven. Dus heel erg leuk. En in die aankomende week, totdat er een winnaar is, kunnen jullie natuurlijk volgen en kijken of... of jullie de resultaten al kunnen zien. Ik moet zeggen dat ik zelf wel echt vind dat mijn huid vandaag ook wel echt heel erg fijn uitzag. En dat het ook echt wel heel goed voelt op mijn huid. Dus ik ben er zelf echt zeer over te spreken. En wil je dit dus ook ervaren, dit is je kans om het gewoon heel leuk uit te proberen. Maar verder ga ik nu naar mijn bed, want het is al veel te laat. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren, dat zeg ik altijd al, maar nu voor een extra leuke reden. Dan kan je dit pakket winnen. Duimpjes, reacties, helemaal top. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!